De volgende zaak beginnen we met het originele telefoongesprek van het slachtoffer naar 112. De een had een pistool. Hij dreigde er wel mee aan het hoofd. Ze hebben aangeweld en toen duwden ze meteen naar binnen en ze duwden een pistool op mijn hoofd. Ze hebben een zak over mijn hoofd getrokken zodat ik bij de stik zit. Ik kom heel snel. Oké, we komen er meteen aan. Ja. Een vrouw van 51 uit Diemen denkt nog dagelijks terug aan die ene dag. Ze woont hier in Diemen boven in deze woontoren aan de Rode Kruislaan. De meeste bewoners hier zijn buitenlandse studenten die in Amsterdam studeren. Zij is de uitzondering. De vrouw woont alleen in haar flat. Op dit moment heeft ze geen baan, maar ze doet wel vrijwilligerswerk. Ze organiseert vogelexcursies. Maandagmiddag 14 oktober, bijna 3:30. Ja? Kom hier goed. Binnen. Waar is je bankpas? Ik heb geen bankpas. Ik heb helemaal niks. De vrouw kan eigenlijk niet meer helder nadenken, roept het eerste wat haar te binnen schiet. 7777. Ze heeft geen idee of ze de goede code heeft geroepen. En als het niet klopt, komen we terug, hè? Ze is doodsbenauwd dat de mannen terugkomen. Maar met veel moeite kan ze toch de hulpdiensten bereiken. Politie, wat is de noodsituatie? Hallo? Noodsituatie op Rode Kruislaan, gewelddadige overval. Ik ben geboeid. Oh. En de overvallers komen zo misschien terug. Ik kom heel snel. Oké, we komen er meteen aan. Ja. Ja, toch knap hoe deze vrouw zo de hulpdiensten wist in te schakelen, ondanks alle angst die ze doormaakte. Mevrouw Lust, goedenavond. Een vrouw van 51 in een studentenflat. Waarom wordt zij slachtoffer? Ja, dat weten we niet. Misschien dachten de mannen dat de vrouw over veel geld beschikt. En dat is overigens niet zo. Ze zijn echt voortdurend in de weer geweest om die bankpas te zoeken en haar die pincode te ontfutselen. Uiteindelijk geeft die vrouw dus uit angst een verkeerde pincode, waardoor ze ook geen geld hebben kunnen opnemen. Als er kijkers zijn die meer weten over de achtergrond van de overval, misschien weten waarom die mannen juist deze vrouw hebben uitgekozen als slachtoffer, dan moeten ze dat echt bij ons melden. Nou, het is bijna 2 maanden geleden gebeurd. Het gaat nog steeds niet goed met deze vrouw, hè? Nee, ze heeft echt moeite om de draad weer op te pakken. Lichamelijk gaat het niet echt slecht met haar. Maar ze kan maar niet begrijpen waarom haar dit is overkomen. En waarom de mannen haar ook zo hard hebben aangepakt. Ja. Ze hebben haar geslagen. Die zak over haar hoofd was natuurlijk ook heel erg bedreigend. Deze mannen moeten gevonden worden. Absoluut. Ja, het zijn allebei negroïde mannen die overigens accentloos Nederlands spraken. Ze waren allebei vermoedelijk tussen de 30 en 35 jaar oud. En ze droegen die middag donkerblauwe of zwarte kleding. Echt alle extra informatie over deze mannen kan helpen. Hier zien we nog een keer de flat waar het gebeurde aan de Rode Kruislaan in Diemen. Een plek waar vooral buitenlandse studenten wonen. En u wil ook nog graag weten hoe ze nou in die flat zijn ingekomen.
Ja, want de deur van de hoofdingang kan alleen geopend worden door mensen die daar ook een sleutel van hebben. Dus we hopen dat mensen zich kunnen herinneren dat op vrijdagmiddag 14 oktober die overvallers mogelijk zijn binnengelaten door iemand of mogelijk achter mensen zijn aangelopen. En dat moet dan vlak voor 3:30 zijn gebeurd. Natuurlijk hopen we ook op informatie van mensen die overvallers in of bij de flat hebben gezien. En we weten ook nog niet hoe die overvallers zijn gekomen, maar ook weer zijn weggegaan. Dus we zijn ook benieuwd of ze bijvoorbeeld bij een voertuig zijn gezien. Er loopt ook nog een DNA-onderzoek en er zijn verschillende sporen gevonden die nu door het NFI worden onderzocht. Hopelijk levert dat meer informatie over de daders op. Maar voor nu rekenen we vooral op uw tips. Op de Rode Kruislaan dus in Diemen overvielen twee negroïde mannen, een vrouw van 51. De politie hoopt vanavond meer te weten te komen over de daders en de achtergrond van dit misdrijf. Heeft u informatie? Bel die dan nu door via de opsporingstiplijn, via Meldmisdaad Anoniem of via de criminele inlichtingeneenheid.